Vanavond een programma waarvan velen vinden dat we het nooit zouden mogen uitzenden. De KRO neemt een risico met het uitzenden van deze film. Mijn zorg is dat door het uitzenden van deze documentaire de verwarring zal toenemen in plaats van afnemen. Er zitten namelijk zeer onfrisse, misleidende kanten aan deze film. Gezien de huidige stand van de discussie zou het op dit moment volstrekt onverantwoord zijn om niet in actie te komen. We moeten echt wat doen. Een verhaal dat de overtuiging van de meeste klimaatdeskundigen weerspreekt. Look at that massive thing, the sun. De aarde wordt niet warmer door broeikasgassen, door ons dus, maar gewoon door de zon. Onzin, beweren Britse wetenschappers na recent onderzoek, en de film die u zo gaat zien zou liegen zijn door weglaten. Het is wel degelijk de zon, zeggen weer andere wetenschappers. En ze hebben kritiek op de klimaathype van nu. Kritiek op wat volgens hen is uitgegroeid tot het evangelie van Al Gore. Dames en heren, goedenavond. Goedenavond. Dit was de week van het klimaat. Weet u nog, 5 dagen terug. 5 werelddelen totaal in de ban van de opwarming van de aarde. Al Gore in hologram en meer dan 150 artiesten. Lenny Kravitz, The Police, Genesis. Zelfs Madonna was er om de groene boodschap te bezingen. Uiteraard kwamen ze wel allemaal met hun privéjet. De wereld moest voor eens en voor altijd worden wakker geschud. Het wordt warmer op aarde en dat is onze schuld. Wij moeten er nu wat aan doen. Al Gore. Thanks to all of you here in America and to all of you at the other events all over the world who are still connected to us live on this historic day. You are Live Earth. De man die bijna president van Amerika werd, maakte een Oscar-winnende documentaire die hem zo ongeveer president van de planeet maakte. Die film, An Inconvenient Truth, beheerst nu overal het politieke debat. And the Oscar goes to An Inconvenient Truth. Begin dit jaar. Al Gore wordt gelauwerd voor zijn documentaire. It's not a political issue, it's a moral issue. We have everything we need to get started. With the possible exception of the will to act, that's a renewable resource. Let's renew it. De klimaatkruisvaarder, zoals Gore ook wel wordt genoemd, is de hele wereld overgetrokken met zijn verhaal dat de opwarming van de aarde desastreuze vormen aanneemt. Dat komt door het broeikaseffect. De uitstoot van kooldioxide, CO2, is in 650.000 jaar nog nooit zo hoog geweest. De mens is schuldig aan de klimaatverandering die in hoog tempo doorzet. It's already right here. Look how far above the natural cycle this is. And we've done that. But ladies and gentlemen, in the next 50 years, really in less than 50 years, it's going to continue to go up. When some of these children who are here are my age, here's what it's going to be in less than 50 years. You've heard of off the charts. In zijn documentaire legt Gore stap voor stap uit dat wat we nu aan klimaatverandering meemaken nog nooit in de geschiedenis is vertoond. Ondanks eerdere periodes van ijstijden en opwarming, ondanks de invloed van de zon, het is de door de mens veroorzaakte uitstoot van CO2 die ons bestaan bedreigt. The Netherlands, one of the low countries. Absolutely devastating. Al Gore. Vanavond, dames en heren, gaan we kijken naar een zeer omstreden Britse documentaire. De ultieme anti-Gore-film. Ja, de aarde wordt warmer, maar dat kan niet komen door CO2, broeikasgassen. Door de mens dus. De bewijzen ontbreken. Sterker nog, ze wijzen in een andere richting, zeggen de wetenschappers in deze film. En ze maken zich druk. Want, zeggen ze, het gaat bij het klimaat al lang niet meer om wetenschap. Het gedachtegoed van Gore is een soort religie geworden. En wie er niet in gelooft, moet vrezen voor excommunicatie. Alleen de discussie aanzwengelen wordt al gezien als onethisch. Dat doe je niet. En daar zijn wij het dan weer niet mee eens. Want hoewel er ook op deze film heel veel valt af te dingen, vinden wij dat je over alles moet kunnen discussiëren. Zeker als er zoveel op het spel staat. Die discussie die voeren we straks. Maar kijkt u eerst naar de documentaire. De film en de teksten zijn van de makers. We hebben ze letterlijk vertaald. Hier is The Great Global Warming Swindle. Dat de mens de opwarming van de aarde veroorzaakt, is niet langer alleen maar een theorie. Het is een van de grootste morele en politieke kwesties van deze tijd.
Volgens actievoerders is het 5 voor 12. Zij vinden kritiek, of die nu wetenschappelijk is onderbouwd of niet, onrechtmatig en zelfs gevaarlijk. Maar uit dit programma blijkt dat ons klimaat voortdurend verandert. Dat er niets vreemds is aan de huidige temperaturen. En dat niet is bewezen dat ons klimaat verandert door de toename van CO2. Door de mens dus. Toch hoor je steeds vaker dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaatverandering. We worden voorgelogen. When people say we don't believe in global warming, I say no, I believe in global warming. I don't believe that human CO2 is causing that warming. A few years ago, if you would ask me, I would tell you it's CO2. Why? Because just like everyone else in the public, I listened to what the media had to say. De theorie dat de mens de aarde opwarmt is krachtiger dan ooit. Tegenstanders zijn effectief monddood gemaakt, ongeacht de inbreng van sterke bewijzen. De angst voor het broeikaseffect is de redelijkheid voorbij. There will still be people who believe that this is the end of the world. Particularly when you have, for example, the chief scientist of the UK telling people that by the end of the century the only habitable place on the earth will be the Antarctic. And humanity may survive thanks to some breeding couples who move to the Antarctic. I mean, this is hilarious. It would be hilarious, actually, if it weren't so sad. The great global warming swindle. En de vraag is dit waar? Of zit er een kern van waarheid in? En als er een kern van waarheid in zit, wie moeten we dan geloven? Al Gore, wat we mondiaal eigenlijk met z'n allen doen, of toch deze swindle? We gaan erover praten met Nederlandse wetenschappers. U zag ze aan het begin van de uitzending al in onze eigen bioscoop zitten. En inmiddels hier aan tafel Arie Kattenberg, klimaatdeskundige van het KNMI, werkte ook voor het IPCC, dat klimaatpanel van de Verenigde Naties, dat net als Al Gore zegt dat de mens schuldig is aan de opwarming van de aarde. En met Bas van Geel, die is paleo-ecoloog, die onderzoekt de veranderingen van het klimaat in de bodem. Meneer Kattenberg, was het nou werkelijk zo onverantwoord om deze documentaire uit te zenden? Er wordt in de documentaire op diverse plaatsen echt gelogen met het materiaal. Dus maar was de kijker het wordt iets voor. Of dat nou onverantwoord was. In Engeland is daar een hele rel over uitgebroken. Ik denk dat, zoals we nu aan het doen zijn, als je het goed verpakt of goed begeleid met allerlei discussie, dat het dan niet. Aan de andere kant, het soort demagogie dat wellicht in deze documentaire plaatsvindt, vindt misschien ook bij Gore plaats. Hè? Ja, bij de film van Gore zit ook wel een zekere maat van dat soort dingen in. Maar daar is het veel minder kwaadaardig dan wat je hier in de film ziet. Maar inderdaad, beide filmen proberen op de gevoelens te werken. Ja. Bent u bang dat het een debakel wordt als we kritische geluiden laten horen om de klimaatproblemen aan te pakken? Nee, ik denk dat het nodig is voor de hele maatschappelijke discussie dat we die kritische geluiden horen. Dat we dat helemaal uitdiscussiëren voordat we met z'n allen een bepaalde kant op kunnen gaan. Zullen we eens even naar een andere hooggeleerde, meneer Bas van Geel. Hooggeleerd hoor. Nou ja, of hoogedelgeleerd zelfs of niet? Als je het wil zeggen, is het zeer geleerd. U bent een prof. Die terminologie gebruiken we niet meer tegenwoordig. Nou ja, wij wel, hè? We hebben alle respect. Vindt u dat als je Gore volgt, en we hebben het de afgelopen dagen gezien, natuurlijk die enorme massamediale show, dat er zich een debakel gaat aandienen? Als je hem helemaal zou volgen. Ik voorzie dat binnen afzienbare tijd, binnen een beperkt aantal jaren, zeg 3, 4 jaar, dat er inderdaad een debakel ontstaat. Dat er een grote omslag komt in de mening over waardoor het klimaat verandert. Ik kijk niet uit naar dat debakel. Het wordt een debakel, denk ik, voor veel onderzoekers, voor politici, voor groene organisaties. En het wordt waarschijnlijk een triomf voor conservatieve politici. Wat ik kijk daar niet naar uit. Debakel? Het debakel is dat mensen zeer teleurgesteld zullen zijn over het feit dat ze eerst zich schuldig moeten voelen over klimaatverandering. Vervolgens te horen krijgen dat ze er iets tegen kunnen doen. Als blijkt dat dat beide onzinnig is, zo verwacht ik dat het gaat gebeuren, dan zullen mensen zich teleurgesteld voelen. Ze zullen zeggen, ach, wetenschap, houd toch op. En dan is het maatschappelijk draagvlak dat je nodig hebt voor een goed energiebeleid valt weg. Omdat je het nu allemaal op het klimaat gooit. Zullen we eens kijken of we erachter kunnen komen, dames en heren, wat er aantoonbaar juist en onjuist is aan zowel deze documentaire als aan die van Al Gore.
Meneer Kattenberg, te beginnen met u. De stelling van Gore is: het komt allemaal door de mensen, het komt door het CO2-probleem. De documentaire De Swindel zegt: nee, het komt allemaal door de zon. Ja. Komt het door de zon? Nee, het komt niet door de zon. Het is, dat is onderzocht. Zeker sinds 10 jaar geleden, toen in de klimaatdiscussie werd opgemerkt, wordt daar wel goed gekeken naar de zon. Is het hoeveelheid onderzoek die er gedaan wordt naar de vraag: zou het de zon kunnen zijn die op het ogenblik ons klimaat aan het beïnvloeden is? Hoe is dat in het verleden geweest? Enzovoort. Is enorm goed onderzocht de afgelopen tijd. En de conclusie daaruit is dat het de zon niet is. Maar in het model van het IPCC waar u aan heeft meegedaan, is de zon een beetje weggemoffeld als je het in documentaire bekijkt. Zo van: jongens, die zon, daar doen we nu even niet aan mee, dat laten we zitten. De zon is daar, in het IPCC wordt, in het IPCC, meest recente IPCC-rapport, wordt het onderzoek dat er is gedaan naar de invloed van de zon op het klimaat wordt besproken. En de conclusie daarvan is dat die invloed van de zon, in ieder geval in de afgelopen 50 jaar, orde 5 à 10 keer zo laag is geweest als het broeikaseffect. Het is dus CO2 dat de opwarming van de aarde veroorzaakt. Jazeker. En dat komt door de mens. En dat komt door de mens, Laten we even de grafiek uit die Swindel erbij halen. Ja. Waaruit blijkt dat de CO2 de opwarming van de aarde volgt. Met andere woorden, dat de groei in CO2 het gevolg is van de opwarming van de aarde en niet de oorzaak. Ja. Klopt dat dan niet? Ja, dat klopt ook. Dat klopt ook. Dat is dus een iets ingewikkelder verhaal. Werkelijk, inderdaad, ten tijde van de ijstijden zie je dat de aarde gaat opwarmen en dat wordt veroorzaakt door de zon en door de dynamica van die ijskappen. Dus dat is op de hoogte van het hoogste van een ijskap op het moment dat dat weer begint te smelten. En dat dan na enige tijd ook CO2 vrijkomt uit de oceanen, zoals netjes wordt uitgelegd in de film. Maar je hebt die CO2 die dat dan vrijkomt ook wel nodig om te verklaren wat er vervolgens gebeurt met de aarde. Dus die opwarming, met andere woorden, in veel gevallen volgt die CO2 inderdaad de opwarming van de aarde, maar helpt daar vervolgens ook weer bij. Dus wat CO2 in deze documentaire wordt beweerd, namelijk dat de aarde eerst warmer wordt, dat een paar honderd jaar later vanuit die oceanen, u bent zelf oceaandeskundige ook nog, die CO2 vrijkomt als gevolg van die opwarming. Dat is juist. Ja, is volkomen juist. En die CO2 die er dan vrijkomt, helpt mee om het verder te verwarmen. Maar waar zit die mens dan? Want bedoel, als de CO2 volgt, de aarde wordt warmer. Ja, wat en is een verschil van, in dit geval 800 jaar zit er zelfs tussen als we de documentaire zien. Juist. En daar reden we volgens mij nog geen over. Dus eigenlijk is dat hele punt vrij irrelevant voor wat we nu op het ogenblik aan het meemaken zijn. De afgelopen 150 jaar is de mens bezig geweest om CO2 uit de grond te halen in de vorm van kolen, olie en aardgas, om die te verbranden en die CO2 in de lucht te brengen. En dat is de CO2 waar we het nu over hebben. Dus die komt bovenop die oude CO2? Die komt bovenop die oude CO2. Dat is in het verleden nog nooit geweest. Maar dat is nou die nietige mens, we zitten hier met z'n 6 miljard, dat is een hele hoop hoor, maar hoeveel mensen maken nou echt vuil? Dat nietige mensje, dat zie je ook in die documentaire, tegen die grote zon die eigenlijk alles hier beïnvloedt. Zit natuurlijk wel iets in. Er zit wel wat in, ik kan me dat gevoel inderdaad goed voorstellen, maar je kunt met metingen laten zien, en die metingen, Al Gore laat die metingen zien, dat het CO2-gehalte sinds het begin van de industriële revolutie al 30% gestegen is. Dat is gewoon meetbaar in de atmosfeer. Ja. Uit deze documentaire blijkt dat tijdens het hoogtepunt van de industriële productie na de Tweede Wereldoorlog de temperatuur op aarde daalde. Ja. Toen was de hoeveelheid CO2, zoals ze daar ook in de film laten zien, de hoeveelheid CO2 die we aan de atmosfeer hadden toegevoegd, betrekkelijk laag nog. Wat er gebeurde in die tijd was dat wij begonnen met onze industriële activiteiten na de oorlog en dat erg veel zwavelvervuiling opleverde. Dat is dus het hele verhaal van het Waldstierben en dergelijke wat we toen hebben meegemaakt. En het blijkt dat die zwaveluitstoot, dat een dempende invloed heeft op Dat werkt dus koelend. Oké, dan hebben we die beruchte scène van Al Gore in zijn film waarbij je ineens die temperatuurgrafiek ziet oplopen. En dan is hij in het kader van de demagogie is hij op een hoogwerker gaan staan. En dan zie je hem dus meelopen met die grafiek. Ja. Die grafiek klopt, zegt u. Want die is echt apocalyptisch. Die grafiek klopt. Ja? Die grafiek klopt. Dus beide grafieken kloppen? Ja, beide grafieken kloppen. Maar de uitleg is anders. De uitleg is. Zelfs de uitleg is oké. Alleen je moet er dus inderdaad bij vertellen dat die CO2 die er nu in de atmosfeer is, dat die door mensen erin gebracht is. En dat is nog nooit eerder voorgekomen. Wil ik nog één ding van u weten over dat CO2? Wetenschappers in deze documentaire zeggen: als er zoiets zou zijn als een broeikaseffect, waardoor de aarde warmer zou worden, zou je dat het meest moeten merken in de hoogste regionen van de atmosfeer, de troposfeer. En daar wordt het niet warmer.
Ja, dat is een van de zwakste punten van de klimaatmodellering. En daar zit niet echt een enorm groot probleem, waardoor het hele broeikaseffect niet meer waar zou blijken te zijn. Maar zij dat is wel een van de. Ja, nou, dat is niet terecht. Zeg maar. Dus er is een wetenschappelijke discussie over die zaken. En daar concludeert men dat dat inderdaad een zwak punt is van de modellen. Maar de manier waarop we uit de waarneming en zo proberen om dat toch recht te krijgen. Te breien, wilt u eigenlijk. Recht te breien, ja, zeg het maar. Ja. Dat die maar dat klinkt een beetje manipulatief op het een. Hè? Zo van, ja, dat komt ons niet zo uit, weet je niet hoe dat zit. Nou, weet je wat, dat schrijven we weg. Als je wilt horen dat er inderdaad in het hele wetenschappelijke verhaal stukken zijn waar het verhaal ijzersterk is, waar niks meer gecontroleerd hoeft te worden, wat is volkomen duidelijk, en andere stukken waar nog volop discussie is, dat is inderdaad het geval. Er zijn stukken waar het allemaal niet zo heel helder is. Okay, het uiteindelijke verhaal is dat er toch een probleem is. Er is een probleem. Buurman van Geel, er is een probleem. Ligt het aan CO2? Het is mijn vakgebied om de geschiedenis van het klimaat van de afgelopen 11.000 jaar te onderzoeken. We zien, het klimaat is hypergevoelig voor kleine veranderingen in zonneactiviteit. Wat meneer Kattenberg nog niet genoemd heeft, is dat het IPCC zelf aangeeft dat wat zij noemen level of scientific understanding van de zon is als laag genoemd. En zo is dat ook. Want even voor de duidelijkheid, het IPCC heeft gezegd, nou, die zon die doet even niet mee, dat is een factor 5 tot 10 keer minder belangrijk dan de rol van de mens. Wat is uw standpunt daarin? Dat ze zelf aangeven dat we daar nog te weinig van weten. En als je naar het verleden kijkt, zeg ik, dan is het klimaat hypergevoelig voor kleine veranderingen in activiteit van de zon. Maar als ik u nou vraag CO2 of de zon, is uw antwoord? Niemand kan het antwoord op dit moment geven welk aandeel antropogeen is, dus door mensen bepaald, en welk deel natuurlijk. Maar ik weet vrijwel zeker dat er een enorme overschatting is van de rol van CO2 en daarbij een onderschatting van toch de rol van de zon. Toch wordt er met enorme stelligheid gezegd dat het komt door de mens, door onze CO2-productie. Ja, ik kan me daar niet in vinden. Nee, maar dat moeten we wel even op tafel hier. Dat moet er even uitkomen nu. Want hoe groot, als je nou in percentage zou zeggen, hoe groot is de rol van de zon? Zegt u, ik kan het antwoord niet geven? Oh, maar het is zeker meer dan de helft. Het is dus belangrijker, zegt u, sowieso dan de invloed van de mens? Ik denk het, ja. En kunt u een percentage noemen, meneer Kattenberg? Wat ik net al zei, het IPCC heeft gekeken naar het wetenschappelijk onderzoek wat er gedaan is in de afgelopen 5 à 6 jaar, zeg maar, en komt tot de conclusie dat volgens dat onderzoek dat de invloed van de zon 5 à 10 keer zo klein is als het broeikaseffect. In feite, Sven, komen we er hier al niet uit. Dus ik ga een ander element in de discussie brengen. En ik zou zeggen, jongens, zakdoeken paraat. We gaan het over ijsbeertjes hebben en smeltende ijskappen. We halen er nu een geoloog bij die zich met niets anders bezighoudt dan dat. Dan met die ijskap Salomon Kronenberg. Goedenavond, meneer Kronenberg. Goedenavond. Gore zegt, de ijskappen smelten voorgoed. De Swindle zegt, dat komt allemaal wel weer goed. Die groeien wel weer aan. Twee dingen. In de eerste plaats, de beelden die Al Gore laat zien van de afkalvende ijskappen in Antarctica, dat is inderdaad, zoals de Swindle zegt, een volstrekt normaal proces wat altijd op dezelfde manier heeft plaatsgevonden. In de tweede plaats is het zo dat ijs dat al in zee ligt, dat voegt niks toe aan de zeespiegelstijging. Dat is simpelweg de wet van Archimedes. Het enige waar discussie over is, dat is of de Groenlandse ijskap in zijn totaliteit nu in zijn totaliteit aan het afsmelten is of niet. We zien wel aan de buitenkant dat de afsmelting toeneemt. Ja. Maar je hebt tegelijkertijd het effect dat omdat de temperatuur van de lucht toeneemt boven Groenland, er ook meer neerslag is en hij dus aan de bovenkant sneller groeit. En maar de vraag is, kunnen we er wat aan doen? Is het een onomkeerbaar proces als we niks doen? Alles wegsmelten? Of is het een fluctuatie in de geschiedenis en komt het wel weer goed en krijgen we ook weer een koudere tijd? Wat denkt u? Volgens mij is het een fluctuatie die ook wel weer kan terugkomen. We zien dat in het verleden. We zien dat in de gegevens die de Swindle presenteert van 1000 jaar geleden. We zien dat ook in de vorige warme tijd, 120.000 jaar geleden. Dat was een periode waarin vermoedelijk een flink stuk deel van die ijskap van Groenland is afgesmolten. Toen hebben we 6 meter zeespiegelstijging gehad. Toen lag Amersfoort aan zee en hij is toch weer aangegroeid bij de volgende ijstijd. Dus het is een periodiciteit en de definitieve afsmelten, dat lijkt mij een buitengewoon onwaarschijnlijk scenario. Nou zijn er ook nog scholen die zeggen,
per saldo neemt het hoeveelheid ijs helemaal niet toe of af op dit moment. Ja. En we hebben hier onze fantastische wereldbol. Er zit alleen de Noordpool op. Is het nu aan het slinken daar of is het aan het groeien? Dat is mij nou eigenlijk uiteindelijk niet duidelijk. Die Noordpool is absoluut niet interessant, want dat is allemaal drijfijs. Hè? Ja. Het enige waar het om gaat, daar is de plekken waar het ijs op het land ligt. En dat is Groenland en Antarctica. Want dat gaat plons erin en dat schiet ook. Het Groenland plonst niet. Groenland smelt meer. Antarctica plonst. Maar Antarctica lijkt te groeien. Hè? En Groenland, daar is de discussie over. Hè? Is die in totalitair verliest die ijsmassa of niet? Maar u zegt net, het fluctueert. Betekent dat dat we ook weer een koudere tijd tegemoet gaan dan? Ik denk dat dat heel waarschijnlijk is. Hoe koud? Ik denk dat als je ziet hoe in de laatste paar duizend jaar we fluctuaties hebben gehad op duizendjaarschaal, honderdjaarschaal, dan denk ik dat wij een kleine ijstijd ook in de toekomst wel weer tegemoet kunnen zien. Ik vind het juist buitengewoon... Best een beetje bizar. U zegt nu, we kunnen een kleine ijstijd tegemoet doen. De hele wereld staat nu op zijn kop omdat het aan het opwarmen is. Ja, maar dat is juist het grote gevaar van de beeldvorming. Als je kijkt naar de curves van het IPCC, die gaan vanaf nu alleen maar één kant op. En dat is nog nooit voorgekomen in de aardgeschiedenis. Je ziet dat het altijd de ene kant op gaat en dan weer de andere kant. Er zijn zoveel andere natuurlijke factoren dan alleen het CO2... die bepalen of het warmer of kouder wordt... Dat het in mijn ogen een soort tunnelvisie is... Dat je denkt dat dat vanaf nu maar even voor de duidelijkheid. Voorspelt u nou een nieuwe ijstijd? Een nieuwe ijstijd komt er sowieso aan. Net en zo is goed dat wetenschap of bent u een virulant? Dat is net zo goed wetenschap als dat na de zomer en winter komt. Meneer Van Geel, wanneer voorspelt u dat het weer kouder wordt? De zonnefysici, mensen die verstand hebben van de processen op de zon, die volgen die processen nauwkeurig. En er zijn nu verschillende publicaties verschenen waaruit blijkt dat die activiteit van de zon omstreeks 2012 een soort duikeling gaat maken. 2012, dat is over 5 jaar. Dat is al heel binnenkort. Waar maken wij ons dan druk over met de opwarming van de aarde? Het wordt dan in ieder geval interessant om die twee factoren beter te kunnen onderscheiden. Bij hoge zonactiviteit en bij hoge broeikasgasconcentraties is dat natuurlijk heel moeilijk. Ja. Als die zonactiviteit terugvalt, dan komt de aap uit de mouw. Meneer Kattenberg, staat dat überhaupt in die rapport van het IPCC? Ja, allebei de effecten worden besproken in het IPCC-rapport. En u vindt de zon helemaal niet belangrijk daar? Dus wat het IPCC zegt, er zou inderdaad zo'n nieuwe kleine ijstijd kunnen komen. Hè, de kleine ijstijd, dat zou van de orde van 14 graden kunnen schelen. Er zouden ook vulkaanuitbarstingen kunnen komen. Maar wacht even, 14 graden, dan hoef je niet echt een jas aan te doen. 14, 15 graden, hoef je niet echt een jas. Dus als je kijkt naar de vorige kleine ijstijd, met die schilderijen van bevroren Theems en dergelijke. 17e eeuwse Hollands, waarvan meneer Van Geel en sterrenkundigen voorspellen, die zou wel eens terug kunnen komen. Of dat zou wel eens, zelfs 2012, vind ik wel een heel nauwkeurige voorspelling. Dat zou kunnen. Mag ik daar iets over zeggen? Natuurlijk mag je daar wat over zeggen. Ik heb een uitgebreide studie gemaakt van een klimaatverandering 800 voor Christus. Daar valt die temperatuur ongeveer 1,5 graad terug. Dat is een kleine ijstijd. Dat is een plaatselijke effect. Nee. We hebben wereldwijd daar aanwijzingen voor. Maar wat betekent dat? Elfstedentocht? Of hoe erg is dat? Iedere winter een Elfstedentocht. Dat zou toch prachtig zijn? Nou, dat is toch goed nieuws dan? Goed, over de ontwikkeling van de temperatuur gesproken. In een deel van de middeleeuwen was het hier beduidend warmer dan nu. Zegt de Swindle. Waar of niet waar? Toen was het niet warmer dan nu mondiaal gemiddeld. Dus het is een beetje moeilijk om die middeleeuwse, om dat globaal in beeld te krijgen. Maar toen hadden we hier toch nog geen fabrieken, geen juppentractors, geen... Dus het is in lijn met het verhaal wat ik net vertel, is dat die natuurlijke klimaatschommelingen, die zijn van de orde van een paar tiende graden. Ook dat middeleeuwse verwarmen, dat was dus van de orde van een paar tiende of van 1 graad warmer dan het gemiddelde. Terwijl we bij... Hoewel het in die grafiek zie je hem toch wel behoorlijk gaan. Ja, daar, die grafiek is inderdaad een cartoon die op geen enkele manier meer strookt met de huidige... In de Swindle-film. Ja, Geel? Die niet meer strookt. Dit boek van Hubert Lamb. Ja. Een Engelsman die uitgebreide studies heeft gemaakt van de klimaatveranderingen uit bronnen, historische bronnen en geologische gegevens. En daar komt, dat gaat niet over tiende graden verschil voor het middeleeuws klimaatoptimum. Dat is echt heel veel meer. Dat is iets in orde van 1 graad of meer. Oh, gemiddeld. En dat is een hele hoop. Dus? Zijn jullie het echt ergens over eens? Of We zijn het denk ik over eens. Het is nog niet aan de orde geweest. We zijn het erover eens dat het woord zwendel is niet aan de orde. Niemand wil afgaan. We willen allemaal weten hoe het zit met het klimaat. En elkaar beschuldigen of integriteit proberen te ondermijnen. Mm-hmm. Daar moet je je verre van houden. En als ik u nou vraag, met z'n drieën hier aan tafel, is er iemand die het 100% zeker weet?
dan zie je. Daar zit dat nou juist het punt, hè? Want de politiek vraagt van ons antwoorden op vragen waar wij zelf het antwoord nog niet op hebben. Ja. En ik vind het juist zo belangrijk dat politici leren leven met wetenschappelijke onzekerheden. Ja. Ze kunnen omgaan met economische onzekerheden, met politieke onzekerheden. Ja. Ze moeten ook leren omgaan met wetenschappelijke onzekerheden. Dat is precies wat niet gebeurt. U geeft misschien vage antwoorden omdat de wetenschap niet verder is. Zij hebben de antwoorden al lang, want ze staan in alle klimaatrapporten en het is al wereldbeleid. Het punt is juist dat zij moeten reageren op berichten over het klimaat, dat ze daarbij geen maatregelen voorstellen die uiteindelijk misschien niet zouden blijken te helpen. Goed, conclusie hier aan tafel, als we die twee documentaires en het IPCC-rapport allemaal bij elkaar nemen, is dat niet alle vragen beantwoord kunnen worden en dat er ook verschil van mening bestaat over de interpretatie van sommige grafieken, cijfers. Feit is wel dat Al Gore, laten we het maar zo samenvatten, de richtingenstrijd lijkt te hebben gewonnen. Is het nou zo dat de meerderheid per definitie gelijk heeft, zoals hier sprake lijkt te zijn, een nieuwe politieke ideologie die alle tegenspraak platwalst, is er nog ruimte voor tegengeluid? Zullen we eens even kijken wat Al Gore met al deze kritiek doet, hoe die daarmee omgaat. The misconception that there's disagreement about the science has been deliberately created by a relatively small group of people. One of their internal memos leaked, and here's what it said according to the press. Their objective is to reposition global warming as theory rather than fact. This has happened before. Het klimaat en de spreekbuis van de anti-Gore aanhangers. Hans Laboom, welkom. Goedenavond. Komt u een beetje door met uw verhaal? Nou, de laatste tijd lukt het niet slecht, moet ik zeggen. Ik heb een hele tijd dus het idee gehad dat het erg moeilijk was. Het klimaatskeptische geluid ligt niet populair. Het is politiek niet correct, omdat we dus eigenlijk te maken hebben, en ik denk dat Arie Kattenberg daar niet mee eens zal zijn, omdat we eigenlijk te maken hebben, naar mijn gevoel, met iets wat je als pseudo-religie kunt kwalificeren. Ja. Denkt u dat maar eerst even, als u een artikel wilt schrijven, u wilt op een opiniepagina, bijvoorbeeld in een groot ochtendblad, kan dat dan? Nou, het grote ochtendblad in kwestie is in dit geval de Volkskrant. Ik ben daar dus eigenlijk op de zwarte lijst geplaatst gedurende een aantal jaar. Niet alleen voor mijn klimaatartikelen, maar ook voor de economische artikelen die ik dus pleeg te schrijven. En ik kwam daar gewoon niet binnen. U bent ook geen klimaatdeskundige, u bent econoom. Nou ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe je dat ziet. Ik heb dus als het ware een keurmerk gekregen van de Vereniging van Nederlandse Huisvrouwen. In die zin dat het KNMI mij als econoom en dissident heeft uitgenodigd om expert reviewer van het IPCC te worden. Dus kennelijk heeft het KNMI toch gedacht dat ik er voldoende van af wist om mij in zo'n eervolle functie uit te nodigen. Maar misschien en ook een beetje om iemand dood te maken, een kiss of death. Nou ja, dat zit er natuurlijk wel in. Ik denk dat ze ook mij min of meer als excuus hebben gezien om te laten zien. Kijk eens hoe genereus wij zijn, ook een dissident aan het woord laten. Maar ze claimen ook, en dat zagen we ook in de Swindle, in de documentaire, dat als iemand er een beetje aan mee heeft gedaan, dat het dan ook meteen iemand is die ervoor tekent. Die Britse hoogleraar die zei, ik wil er helemaal niets mee van doen hebben. Ja. Maar ik heb ooit. Dus u gaan ze er ook gewoon bij optellen? Ja, dat doen ze dus ook. Dus bij die 2.500 wetenschappers zit ik dus ook. En met mij dus u steunt Gore feitelijk, als je het zo gaat kijken. Nou ja, dat wil zeggen, omdat daar dus een manipulatie van gegevens plaatsvindt. En dat dus aan mij ook dus hun standpunt wordt toegekend. Dus u bent heel blij dat u nu mee mag doen, maar eigenlijk wordt u gewoon misbruikt. Nou ja, kijk, het is voor mij afwegen. Hè? In die zin, ik krijg dus daar wat meer informatie voor. En tegelijkertijd word ik dan gebruikt als een van de steunpilaren. Kom even naar meneer Kattenberg, want meneer Laboom zegt, het IPCC winkelt selectief, zal ik maar zeggen, en telt wetenschappers bij elkaar op zijn lijst op die nog niet eens achter alle conclusies van die rapporten staan. Het is inderdaad waar. Nou, meneer Laboom die heeft meegedaan aan reviews van het IPCC en die is het er niet mee eens. Maar dat is ook nooit wat het IPCC beweert. Het IPCC beweert niet, wij, deze mensen, zijn het allemaal eens met de broeikashypothese. Dat is wel de indruk die wordt gewekt. We hebben hier de top 2500 van de wetenschappers in de wereld en die zijn het eens over de eindconclusie, het is CO2. Ja. Maar die conclusie hebben zij niet gemaakt. Die conclusie hebben zij gevonden in de wetenschappelijke literatuur. Dus waar meneer Laboom het mee eens zou moeten zijn, of ik hoor nu net dat hij het er niet mee eens is, is dat wat het IPCC goed gedaan heeft, is naar alle literatuur kijken en dat opschrijven. Nee. Goed, met die conclusie kan hij het niet eens zijn. Maar we hebben dan nog iemand bij, dames en heren. Marcel Krok, die is wetenschapsjournalist en die volgt alle berichtgeving over het klimaat op de voet en geniet ook nog aanzien onder professoren. Hier is hij. De
vraag is nu, wie is nou eigenlijk het meest misleidend? Die Gore of die documentaire The Swindle? Nou, ik denk dat ze beide wel een duit in het zakje hebben gedaan. Ja? Ergert u zich? Ja, maar ik denk dat het interessantste punt, wat ik zelf het interessantste punt vind, is dat de verschil in reactie op beide documentaires. Ik bedoel, hij is nu nog net verschenen. Nee, hij verschijnt nu natuurlijk in Nederland. Maar als je kijkt naar de reactie op de Swindle, dan is daar gigantisch veel agressie bijna vanuit de wetenschap. Van, het mag niet gezegd worden. Ja, en de nadruk die wordt gelegd op de fouten die zijn gemaakt in de film. Hè. Er zijn wat fouten gemaakt, er zijn grafieken, er is een beetje geknoeid met de assen. Ook niet goed, hè? Niet alle grafieken zijn goed weergegeven in de Swindle. En dan zie je dus dat die wetenschap terecht, maar die hebben daar zware kritiek op. Maar ik denk dat ze dus met dezelfde bril naar Al Gore's film hadden moeten kijken. Want wat zit daar voor manipulatie allemaal in? Nou, daar zitten ook tal van voorbeelden in van fouten, maar ook van manipulatie. Bijvoorbeeld die Groenlandse ijskap, waar die inderdaad erg belangrijk is voor de huidige discussie over de zeespiegelstijging. Waar die 6 meter zeespiegelstijging uit voortkomt? Ja. Ten eerste wat hij in zijn film doet, is hij zegt er niet bij wat voor tijdpad daaraan hangt. Dat is al een vorm van misleiding, want het IPCC stelt dat honderden, duizenden jaren kan duren. Een tweede ding wat hij doet is, hij laat dan in Inconvenient Truths laat hij zien het verschil tussen 1992 en 2005. Ja. Dat was een behoorlijke trend. Maar dat kwam omdat 1992 was het jaar na de uitbarsting van de Pinatubo, de Filipijnen. Dat was het extreem koud geworden. Of tenminste, er was een halve graden afkoeling geweest. Dus toen was Groenland was aangegroeid, was vrij veel ijs. 2005 de invloed van één zo'n vulkaanuitbarsting. Tja, wat is het nou, een vulkaan? Maar dat zie je al meteen de klimaatstatistieken. Ja, en dat wordt ook door het IPCC erkend. Dat wordt ook meegenomen. Daar is geen enkele discussie over. Maar als je kijkt, als je 1991 vergeleken zou hebben met 2005, dan is er nauwelijks een trend op Groenland. Maar en Gore heeft dus bewust gekozen voor 92 ten opzichte van 2005. Maar even terug naar de kern van de vraag. Wie manipuleert nou meer, Gore of de Swindle? Ik vind de Swindle een uitstekende documentaire, omdat nu is een x-aantal gewoon gerenommeerde wetenschappers die een tegengeluid hebben, dat die nu is gehoord worden. U bent een gerenommeerd wetenschapsjournalist. Waar ligt het nou aan? De zon of COT? Ik bedoel, wat is dan doorzijn? Nou, ik denk dat die discussie prachtig gevoerd is door Kattenberg. En wat is uw standpunt? Mijn standpunt is dat we het op dit moment absoluut niet kunnen weten. Ik denk dat het bewijs wat het IPCC nu neer heeft gelegd in Parijs met het vierde rapport. Ja. Het is nu zeer waarschijnlijk dat merendeel van de opwarming door CO2 komt. Ik denk dat dat te voorbarig is. Maar we kunnen het niet weten, maar al het beleid is eigenlijk al bepaald. Ja, dat vind ik ook erg jammer. Is er kortom sprake van een nieuwe politieke ideologie, meneer Kattenberg? Een nieuwe religie, zoals meneer Laboom zegt? Ik zie wel dat de maatschappij heel sterk. Dus wij zijn met het IPCC bijvoorbeeld al sinds eind 80er jaren, begin 90er jaren. Ik ben betrokken geweest bij het tweede IPCC-rapport. En het valt mij op dat de boodschap van IPCC toen precies hetzelfde was als nu. Ja? Alleen wat minder nauwkeurig of wat minder zeker waren we er toen van. Maar ook toen zeiden we het klimaat gaat verwarmen, het komt door de mens. Ja. Konden we dat minder bewijzen. Dat betekent dus dat 20 jaar lang of 25 jaar lang is die boodschap, die is er al en dan is er eigenlijk al veel langer. En de maatschappij zegt nee, ho, laten we even wachten. En dan gebeurt er opeens iets waardoor, omdat we het nu merken dat het klimaat aan het veranderen is, omdat Al Gore er is, om bepaalde dingen, gaat de maatschappij opeens door. Hé, het is waar. En nou nemen ze het aan en dan heb je, ja, nou willen mensen opeens enorme stormen zien en het gaat 6 meter stijgen en zo. Dus dan slaan ze door naar een andere kant. Maar u zegt mensen willen dat zien. Is dat niet een beetje ons? Kijk, de wetenschap voedt politici en mediamensen. Ja. Jullie hebben het mogelijk gemaakt dat al deze onzin op de buis komt. Ja, en wij roepen dit al heel lang. Ja, we roepen dat al heel lang. En ja, maar we proberen het te nuanceren. En wat ik dus merk is, bent u toch boos op Gore of niet? Want die gaat er dan toch mee aan de haal? Die gaat erg kort door de bocht. Die gaat er mee aan de haal. Maar ik ben niet boos op Gore. Vindt u dat hij te veel als heilige wordt gezien? Ja, dat vind ik wel. En verbaast u dat? Dat verbaast me niet. Waarom niet? Omdat zo de maatschappij in elkaar zit. Omdat er zulke enorme belangen aan deze hele kwestie vastzitten die niets te maken hebben met wetenschappelijke waarheid, maar met levensstijl, met geloof, zo je wilt.
dat er een sterke reactie moet zijn in de maatschappij. Dus ik denk dat het maatschappelijk debat iets heel anders is dan het wetenschappelijk debat. Ja, maar sprake van religie is er wel in zekere zin. In zekere zin zie je dat inderdaad nou... Want die makers van de schwindel laten mensen aan het woord die zeggen... je wordt verketterd als je iets anders vindt. Ook door de wetenschappers, de wetenschappelijke wereld. Het is net alsof je de Holocaust ontkent. Ja. Dat kan ik me inderdaad heel goed voorstellen. En dat lijkt me inderdaad een gevaar. En dat is, maar dus dat we heeft dreigen te maken, door te slaan met z'n allen? Je dreigt door te slaan. Maar dat heeft nog het niet accepteren van de boodschap... nog het wel accepteren en doorslaan... heeft werkelijk te maken met de kwaliteit van die wetenschap. Maar dat heeft te maken met de dynamiek van de maatschappij. Wederom gaat het IQ-gehalte aan tafel omhoog, want we halen er weer een dokter bij. Dit keer is het Bart Strengers van het Milieu- en Natuurplanbureau. Hij adviseert de regering. Er is sprake van een nieuwe religie. Bent u het daarmee eens? Nee. Waarom niet? Nou, misschien dat het in de media speelt. Maar ik beperk mij toch liever tot de wetenschappelijke discussie. En dan denk ik dat die goed plaatsvindt. Dat er heel veel discussie is over de onzekerheden... die er inderdaad nog steeds zijn. En die ook onderkend worden door het IPCC. Want kijken we wat er staat... Maar die onzekerheden horen we bijna niet. We gaan met z'n allen overal ter wereld popconcerten organiseren. We roepen iedereen onder aanvoering van Al Gore op... dat dit het moment is om echt verandering te maken. Mm-hmm. En als je dat niet doet, dan zeggen de makers in deze documentaire... word je verketterd. Meneer Laboom zegt in feite hetzelfde. Ja. Nogmaals, ik vind het een lastige vraag... omdat dat inderdaad gaat over het maatschappelijke proces. Nou ja, ik ben met u eens, ja, dat is waar. Maar ik ben met u eens dat het niet goed is als dat doorslaat. Slaan we door? Meneer Kattenberg zegt van wel. Ik denk dat dat zou kunnen, maar tegelijkertijd denk ik ook dat mensen ook verstandig genoeg zijn om uiteindelijk wel de goede beslissingen te nemen. Ik vind niet dat het. Ik ben niet bang dat het doorslaat. Laat ik zeggen, de tv-kijker, de kiezer, neemt een goede beslissing. Maar het gaat even om de politici. Want die moeten bijvoorbeeld ons eigen kabinet straks in september weer een keer beslissen hoeveel miljard gaan we in dat broeikaseffect stoppen. Waarvan nou, we zijn op tafel nog niet uitgepraat. En nu moet er alweer geld in gegooid worden. Nou, ik heb veel vertrouwen wat betreft in de politiek. Ik denk dat die beter op de hoogte zijn dan het gemiddelde publiek. Als je met hun spreekt, en wij hebben natuurlijk veel met hun te maken, dan weten die over het algemeen vrij goed. Ja. Hoe de wetenschappelijke discussie op dit moment is. En... Want er zijn ook mensen die zeggen... het is geen religie, maar het is bijna een nieuwe politieke ideologie. Na het marxisme heb je nu het gorisme. Nee, dat lijkt wel een beetje vies trouwens. Het gorisme. Ja. Nou, is het niet een beetje... Als je een goed mens bent, dan geloof je in Gore. Nee, als je een goed mens bent, dan... probeer je jezelf goed te informeren. En dan denk ik dat... je ook goed moet kijken van wat wordt er nou precies gezegd. En het IPCC zegt bijvoorbeeld dat in deze eeuw... de temperatuur op aarde tussen de 1,1 en de 6,4 graden kan opwarmen. Dat is dus nog een enorme marge. Ja. Ja, die wordt deels veroorzaakt door economische aspecten... Ja. En voor een groot deel ook door de onzekerheden in het klimaatsysteem. U zegt net, ik heb wel vertrouwen in de politiek. Lopen we met z'n allen ook niet het risico dat de politiek hier en masse opspringt... net zoals wij allemaal in deze tijd... en dat we in de haast allerlei maatregelen nemen, meneer Krok... waarvan later zal blijken dat het net de verkeerde maatregelen waren? Ja, wat mij betreft ligt het gevaar zeker op de loer. En wat zijn daar dan van de consequenties? Ja, dat je geld over de balk smijt natuurlijk. Dus in dat opzicht ben ik ook voor een no-regret beleid. Wat is dat? Nou, dus dat je er geen spijt van krijgt later. Dus dat je nu dingen doet waar iedereen achter kan staan. Maar wat is dat dan bijvoorbeeld? Moeten we dan de auto hard aanpakken? Kijk, er wordt veel gedacht dat sceptici, klimaatsceptici... dat een soort rechtse rakkers zijn die in een dure auto het liefst rondscheuren. Maar wat is een goede maatregel dan bijvoorbeeld die wel genomen moet worden... zonder dat je iets stoms doet dan? Ik denk dat iedereen het over eens is dat je zorgvuldig met je energie... met je energievoorraden om moet gaan. Ja. Dat je moet investeren in alternatieve energiebronnen... aangezien de fossiele brandstoffen... Dat soort wijzing. Maar wat moet je dan juist niet doen, waar nu wel over gepraat wordt? Wat de heer Kronenberg ook vaak zegt, ondergrondse CO2-opslag... Dat is denk ik op dit moment is dat onverstandig. Want daar gaat toch veel extra kosten in zitten. Mm-hmm. En dan leg je dus puur de nadruk op dat CO2 moet uit die atmosfeer. Mm-hmm. En ik denk dat zo'n vaart niet zal lopen. En klimaatverandering gaat ook langzaam. Ja. En ik denk dat we tijd genoeg hebben om nog een tijdje door te studeren. Mm-hmm. En dan 2020 de balans op te maken. U zegt nee aan deze kant van de tafel. maar ik hoorde u toch net ook wel zeggen... er zit wel iets in dat de politiek te heftig, te snel... dat we met z'n allen
te snel reageren. Je ziet dat de emoties hoog oplopen en dat er dus mensen nu inderdaad verhalen over 6 meter zeespiegelstijging en zo letterlijk gaan nemen. Dus dat het inderdaad het accepteren van het klimaatprobleem, mijns inziens, wel wat erg enthousiast gebeurt. Ik geloof niet dat de politiek op zo'n verkeerde manier bezig is met dat probleem. Uiteindelijk is het IPCC, een VN-organisatie, waarschuwt ons van, denk erom, we moeten gaan bezuinigen met de uitstoot van broeikasgassen. En dat is waar de politiek nou ook grotelijks mee bezig is. Maar de politiek zegt nu, dit is het dus, dit is de oorzaak, hier gaan we wat aan doen. En er zijn criticasters die zeggen, straks hebben we al die maatregelen genomen. Heeft iedereen ontzettend zijn best gedaan om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ja. Blijkt het allemaal niks met CO2 te maken te hebben, maar toch met de zon. En dan krijg je ze nooit meer enthousiast om zuinig om te gaan met energie, spaarlampen in te draaien, roetfilters op de uitlaat van auto's, dat soort dingen. Ja. De kans daarop is aanwezig, maar is bijzonder klein. Althans, dat is uiteindelijk het verhaal van de IPCC. Ja. Is dat er nog maar een heel kleine marge is dat hele verhaal van die broeikas niet waar zou zijn. Dus ik denk dat het verstandigst is om inderdaad ervan uit te gaan dat wel eens zou kunnen gebeuren. Dus u zegt, er is wel degelijk sprake van een soort van religie of politieke ideologie, maar u bent er nog niet zo pessimistisch over hoe de politiek daarmee omgaat. Of dat slecht uitwerkt. Precies, u bent daar wel wat pessimistischer over. We gaan nog een laatste gast introduceren aan het slot van deze discussie. Hij geldt als de milieuridder van de Partij van de Arbeid, is natuurkundige en oud-woordvoerder van Greenpeace in Nederland. Dames en heren, Diederik Samson. Zo, meneer Samson, daar zit je dan met al deze demagogie. Kwam het lekker hard aan? Die film bedoelt u? Ja. Ja, nou ja, goed, hij was niet helemaal nieuw voor me. Ik had hem nog nooit in zulke goede kwaliteit gezien. Meer op internet. En dit is een aardige tegengeluid tegen de film van Al Gore. Net wat Marcel Krok ook al zei. Al Gore maakt een documentaire en dit is een tegendocumentaire. Nou, daar moet je als politicus tegen kunnen. Die moet je wel tegen kunnen. U heeft wel eens gezegd, de kans dat Einstein zijn relativiteitstheorie valt, dat hij sneuvelt, is groter dan de kans dat de theorie van het broeikaseffect van Al Gore, zeg maar, nee, sneuvelt. Wat ik heb gezegd is dat het aantal artikelen in de wetenschappelijke literatuur die de relativiteitstheorie echt nog ter discussie stellen, dat inmiddels groter is dan het aantal artikelen in de wetenschappelijke literatuur. Ja. Daar baseer ik me dan ook op. Ja. Die klimaatverandering nog echt fundamenteel ter discussie stellen. Vergelijking van niks natuurlijk in dit. Wat gaan we nou doen tegen klimaatverandering? We gaan energie besparen. Krijgen we daar ooit spijt van? We gaan duurzame bronnen van energie heel substantieel opvoeren. Maar waarom zegt u dan niet, meneer Samson, het gaat, we weten niet helemaal precies 100% zeker hoe het zit met het klimaat. Eén ding is wel zeker, de olie raakt op. We worden met z'n allen doodziek van de vervuiling die we met z'n allen veroorzaken. We gaan energiepolitiek voeren. We gaan zorgen dat we allemaal nieuwe dingen uitvinden. En dat is misschien ook nog wel hartstikke goed voor het klimaat. Waarom zegt u dat dan niet? Nou, u had het niet beter kunnen vertalen wat er ongeveer op dit moment in het coalitieakkoord van het huidige kabinet staat. Maar waarom zegt u het niet? Nou, ik zeg het ook. Ik was eraan begonnen tot u mij onderbrak. Want ik zeg inderdaad, juist omdat die fossiele brandstoffen opraken, dat is misschien wel voor veel mensen een soort tastbaarder probleem. En er is nog iets anders irritants aan die fossiele brandstoffen. Ze raken vooral hierop. Maar we hadden het er vanavond over, is het nou ideologie of is het wetenschap? En als je nou doorpraat, dan zeg je, nou, de wetenschap weet heel veel, maar helemaal zeker weet ze het ook niet. Misschien is dat de wetenschap eigen. Dat lijkt me wel. De vraag is dan of je er zo'n ideologisch sausje omheen moet gooien, of je niet gewoon wat praktischer moet zijn als politicus. Ik gooi er geen ideologisch sausje overheen. Nou, de hele sfeer nu rond zo'n live earth en alles is puur ideologie. Maar dat is niet zit de politiek. Een vorm van indoctrinatie. Dat is Al Gore, die was politicus en daar heeft hij spijt van. En hij is nou wat anders gaan doen. Ik kijk daarnaar. Ik constateer tot mijn genoegen dat waar ik 10 jaar tegen de bierkaai heb lopen vechten om iets van dit besef door te laten dringen, dat één man met Dolby Surround en een goede documentaire daar veel beter in slaagt. Ik herken mijn nederigheid, maar ik zie ook dat effect heeft. Positieve effecten. Ja. Mensen gaan nadenken over hun energiegebruik. Dat is toch nooit slecht. Ja. Maar wij doen daar verder niet ideologisch over. Ik wil even naar een conclusie van de avond proberen te gaan. U zegt, meneer Kattenberg, het is zeer waarschijnlijk dat de opwarming van de aarde veroorzaakt wordt door extra CO2 geproduceerd door de mens. Anderen hier aan tafel hebben gezegd dat is veel minder belangrijk dan de invloed van de zon. Ja. Daar kwamen uw wetenschappers niet uit. Hoe groot is nou de kans dat wij hier over 10 jaar weer zitten? Dat het, wat meneer Van Gilder straks in het eerste kwartier zei, kouder wordt. Ja. Dat de ijstijd eraan komt en dat we met z'n allen deze discussie weer opnieuw voeren. Met andere woorden, hoe zeker bent u van uw zaak? Ik ben voor zeg 90-95% zeker van mijn zaak dat die opwarming aan het doorzetten is en dat we daar iets tegen moeten doen. En u? Strengers.
Maar de tijdschala die meneer Kronenberg aanhaalt en de afkoeling waar hij het over heeft, zijn totaal irrelevant voor wat er nu gebeurt. Dus ik denk dat het gewoon. Dat verhaal van die ijstijd hier. Ja, maar dat gaat over een tiende graad in een eeuw of iets dergelijks. Krok? Ik denk dat er genoeg aanwijzingen ook zijn dat die opwarming veel minder snel zal gaan dan het IPCC denkt. En dat we dus meer tijd hebben om verder te studeren. Wat moet ik nou als twee wetenschappers zeggen? We zijn er zeker van dat het fout gaat. Moet ik dan als verantwoord politicus zeggen, joh, ik kies die andere lijn. Waar heb ik dan een basis? Ja, meneer Laboom kan ik me dan op baseren. Maar als ik al die wetenschappers... En meneer Krok die daarover schrijft. En meneer Van Geel daar straks en meneer Kronenberg die aan tafel zaten. Maar meneer Laboom en meneer Kronenberg publiceren niets van dit al in de wetenschappelijke literatuur. En meneer Waar Van blijft Geel die hier zat? Die publiceert af en toe een artikel daarover. Maar daar wordt dan weer over gesproken in de IPCC. Daar wordt van geconcludeerd, dat is een effect, maar het is niet dominant. Ben ik dan een verantwoord politicus? Als ik zeg, ik geloof die hele kleine minderheid. Als u nou een verantwoord politicus was geweest, had u toch 20 jaar geleden beter kerncentrales kunnen bouwen in plaats met die oude kolencentrales doormodderen? Ja, hadden we nu geen uranium meer beter naartoe geweest. Hadden we nu geen uranium meer gehad en dan hadden we hetzelfde probleem nog een keer gehad. Voor een jaar of 20-30 hebben we daar genoeg van, hoor. Goed. Hartelijk dank allemaal voor uw bijdrage aan dit debat. Ben jij om? Jij bent een gorist, of niet? God, ik weet het niet meer. Eén ding weet ik wel. Die energiepolitiek, waar we het net over hadden, noem het dan zo. Zuinig omgaan met energie, spaarlampen erin doen, leuke dingen bedenken voor de toekomst, waar we ook nog met z'n allen heel erg rijk van kunnen worden. Ja. En dat dan misschien ook nog wel helpt voor het klimaat. Ja. En Gore is een grotere acteur dan Reagan, dat vind ik ook. Ik vind dat hij het fantastisch heeft gedaan. Dat wel. Ja. Knap. Hartelijk dank allemaal. En dames en heren, u thuis, hartelijk dank voor het kijken. Goedenavond.